Hallo kijkers van UltraRames93, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. In deze aflevering gaan we... dat kan ik beter laten zien dan uitleggen. Vind ik ook leuker om te laten zien. We gaan namelijk... dit fixen. Dit. Zo. Maar dit was niet het leuke. Om te laten zien. Maar we gaan dit wel even doen. Dus ik neem even een beetje dirt. Even een houweel. Ik heb de vorige keer gezegd dat we dat gaan fixen. Dat is opgeblazen door een keeper de vorige keer. En dan hou ik me ook aan mijn belofte. Ik kan ook zeggen van ja, ik ga dit nog wel een keertje fixen. Ja, maar niet nu. Ik heb nu geen zin. Maar daar komt het er helemaal niet van. Dus ja, ik zal het nu wel moeten fixen. Nou, een laagje sandstone. Even kijken. Even een laagje sandstone eromheen. We gaan ook trouwens een keertje binnenkort... hoe heet dat? Naar daar toe. Kijken wat daar is. Zo. Heel mooi. Dan heb ik nog worteltjes nodig. Bouwblokken hier. Worteltjes. Zo. Worteltjes even planten. Nou. En hij doet het weer. Hoppakee. Nou, geweldig. Nou, dit werkt wel. Denk ik, ja. Hoe ziet het er vanaf de zijkant uit? Niet. Het ziet er vanaf de zijkant niet uit. Kom op. Nou, ik wil dat het een beetje natuurlijk eruit blijft zien. Dus dit moet even een stukje lager. Zo. Geweldig. Nou, kijk. Maken we dit even dicht. Nou, dit wil ik gewoon dicht hebben. Kijk, dit ziet er meer natuurlijk uit. Nou... en die ene hier plaats ik hier. Hier. Deze plaats ik hier. Ja, nou, dit ziet er meer natuurlijk uit. En het ziet er nog mooier uit ook. Nou, geweldig. Maar wat ik nou dus laten zien, wat we vandaag gaan doen. Hoe gaat het trouwens met de kipjes? Ja, het gaat fantastisch. Daar gaan we ook nog wel een keer een groter ding van maken. Hokken en zo. Oké, minecart zit er hierin. Want ik heb namelijk de vorige keer dit zo gefixt dat het eerste stuk het helemaal doet. Oké, door. Kom op, doorrijden. Weet je wat mij trouwens wel opvalt? Waar is de hunkerbar nou opeens gebleven? Valt mij ook echt voor de eerste keer op. Nu heb ik de hunkerbar. Nu heb ik echt helemaal niks meer. Zal ik deze even terugsturen? Ik weet dat het niet kan. Daarom juist.
Misschien moet ik eens een keer een minecart. Wat ik vandaag dus ga doen is zeg maar. Je ziet dit, hè? Zo'n hele hal naar beneden. Echt zo pom, pidom, 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 pidom. En ik stoot ook steeds mijn hoofd. Nou, je ziet dit. Ik moet trouwens even wat eten. Hey, maar dat is wel mooi. Kan ik ondertussen eventjes... Ah! Potion. Die dingen moeten je toch potionen? Oh, ik heb niet genoeg... zit er in boven. Nou ja, in ieder geval. Ja, jij springt maar zo op mij, hè, vriend. Nou, hij was in werkelijkheid groter in mijn geheugen. Dan wat ik nu zie. Maar ik moet ook echt torches even meenemen. Als ik dit ga doen. Maar ik ben nu hier even toevallig. Dus ik zal dit even gaan meenemen. Ja, we nemen het toch mee als we er toch zijn. Oké, ik kan nu wel doorlopen hier, maar... ik zie er ook niet zoveel van. Dus ja, ik loop nu even gewoon niet door. Want ik heb hier echt meer spullen voor nodig. We hebben in ieder geval dat ding gedeactivate. Ik moet trouwens nog even verzinnen hoe ik zo'n kamer ga maken. Voor hoe ik die beesten kan... vermoorden, zo'n XP-kamer. Oeh, het is nacht. Dat kan wel even een probleem zijn. Ik hoop van niet. Dat kan wel. Creeper. Uh-oh. Ik moet gaan slapen. Daarom reis ik liever niet 's nachts via minecart. Voor het geval dat er creepers zijn. Ja, bijna level 20 alweer, hè? Bijna. Even kijken, 16 strings hier. 1 minecart, flint bij de rotzooi. Cobblestone gaat hier maar lekker bij. Cactus, nou kijk, ik kan dit er ook hierin. Zo. Geweldig. Nou, dan kan dit hierbij. Iron ore kan ook lekker gaan smelten. Gunpowder neem ik hier maar. Oké. Dus ik heb allereerst ga ik... Nee, ik ga allereerst even torches regelen. Heb ik nog sticks? Ja en nee. Ik heb sticks, maar enorm weinig. Gaan we even regelen.
20 stiks. Het is wat. Nou, geweldig. Ja. Nou, ik wil dat allereerst niet meer met sandstone en zo doen. Want dat moet een beetje specifiek alleen voor dat andere wezen. Dat het iets speciaals geeft aan die hele grote trap. Maar ik wil bij die andere gewoon even een brick trap naar beneden. Gewoon van bricks. Dus zo'n probleem is het nou ook weer niet. Want we kunnen gewoon bricks maken. En die button gaan we niet maken. Oké. Kunnen we weer een button maken, maar ik hoef geen button. Nou, hop, hop. Hop, hop. Hop. Nou, kijk, kunnen we weer een button maken, maar ik hoef weer geen button. Nou, dan hebben we heel wat bricks. Ik weet trouwens niet of dit genoeg is aan bricks. Ik vraag het me af of het genoeg is. Want trappetjes zijn wel een beetje duur. Maar dan hebben we een soort trappetje straks naar onze XP farm. Want die moet ik ook nog in elkaar gaan zetten. Want dan heb ik eerst resources nodig. Zo. En ik moet ook even uitvogelen hoe ik een XP farm kan maken bij cave spiders. Als jullie dat trouwens even weten. Zet het dan even in de comments neer. Hoe ik dat het beste kan aanpakken. Want ik weet dat gewoon niet. Bij zombies weet ik het wel. En bij gewone spinnen. Ik denk dat ik ze gewoon moet aanpakken zoals bij gewone spinnen. Maar ik twijfel. Zo. Nou, dan ga ik slapen. Dan is het weer ochtend. Dan is dit klaar. En dit is klaar. Nou, dit kan hierbij. Die iron gooi ik hier maar bij. We hebben straks meer dan genoeg iron nodig. Waar zijn trouwens al mijn torsjes gebleven? Of heb ik die nog niet gemaakt? Waarschijnlijk heb ik ze nog niet gemaakt. Dan gaan we ze nu maken. Nou, 36 torsjes. Dat is voorlopig nog wel even goed. Maar als we die trap hebben gefixt, ga ik ook verder met mijnen. Ik weet, het wordt dan een stuk. Het wordt dan een stukje minder interessant. Maar ja, toch. Ik zou wel moeten mijnen. Anders heb ik gewoon niks. Om te. Oh shit. Maar dan ga ik allereerst natuurlijk die mineshaft uitzoeken. En daarna moet ik echt op zoek naar goud. Niet naar diamonds, maar naar goud. Ja, en als ik diamonds ondertussen vind, is het nog mooi ook. Waarom ga ik trouwens ondergronds lopen terwijl ik gewoon vanaf hiermee met de minecart kan? Ik ben heel blij dat ik dit heb gemaakt. Oeh, creeper. Het gaat ook best vlot dit. Het gaat heel erg vlot. Hop, uitstappen. Meenemen. En dan ga ik hier trappetjes van maken. Ik weet niet of ik dat vandaag haal. Of nee, weet je wat? Ik ga dat gewoon vandaag niet doen. Ik ga dat morgen doen. Want voor nu ga ik zeggen. Doe een duimpje omhoog. Help je mij mee. Help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik. Doei.